blijft vooral die muziek van Gustav Mahler mij zo bij. Omdat dat waarschijnlijk zonder Mengelberg niet muziek was geweest die wij nu nog gekend hadden. Hij heeft zich enorm voor die muziek hard gemaakt. En later hebben de nazi's notabene geprobeerd om die muziek weer van het toneel te laten verdwijnen. En dat is gelukkig alleszins niet gelukt.